Ik ben Bert Blok, hoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven en dit is onze windtunnel. En vandaag testen wij bijzondere atleten, topatleten in het parawielrennen, waaronder hier in dit geval Jetse Plat, meervoudig wereldkampioen en werelduurrecordhouder. En we testen dan de positie van Jetse op de fiets, maar ook het verschil bijvoorbeeld dat je kunt bereiken met het gebruik van verschillende soorten wielen. Want in dit nieuwe onderzoeksproject hebben we nog meer gekeken wat de invloed is van wielkeuze op tijden. En dan blijkt het dat de algemeen aanvaarde waarheid dat schijfwielen altijd sneller zouden zijn, dat dat eigenlijk bij het handbiken net niet zo is. Het is inderdaad zo bij een gewone fiets, maar bij het handbiken is het heel belangrijk dat je niet die soort van schijfwerking krijgt op de lucht. En dat je dus eigenlijk de soort van extra zuiging op de renner, extra luchtweerstand kunt vermijden. En daarom is de keuze zoals Jetse die heeft gemaakt met spaakwielen eigenlijk veel verstandiger. Nochtans zie je de meeste handbikers in wegwedstrijden rijden met schijfwielen. En dat zijn het soort van inzichten dat we met dit project hebben gecreëerd. En dat zal ook wel zijn gevolgen hebben in de opkomende nieuwe wedstrijden. Mijn naam is Jetse Plat en ik ben hier in de windtunnel met mijn handbike. De windtunnel van Eindhoven om extra data te verzamelen. De wind die komt daar vandaan, waait hard langs mij. En het is een behoorlijk koude wind. Vooral met een aerodynamica test zit je er vrij lang in. Dus is het best wel fris, maar het levert uiteindelijk weer veel op. Veel informatie en dat zorgt er uiteindelijk weer voor dat ik sneller kan gaan tijdens mijn belangrijke wedstrijden. Dit onderzoek hier, wat hier in Eindhoven ook gebeurt, is super belangrijk voor mijn sport, het handbiken. Hoe meer data, hoe beter we kunnen racen, hoe harder het uiteindelijk gaat. Heel gaaf om hier te kunnen testen en uiteindelijk het meest belangrijke ook om mijn doelstelling tijdens de Paralympische Spelen in Tokio te behalen. En dat is minimaal 2 keer goud in zowel het handbiken als de paratriathlon in september 2020 dus.